wat een liefde in Amstelveen. Onderwijs van Amstelveeners hebben hun eigen kanje opgegeven om te laten verrassen met een kerstbrood. En vandaag is het zover. We gaan langs bij de Amstelveeners die het verdienen. Vandaag zijn we bij Nieuw Vredeveld, want de zorgmedewerkers hebben super hard gewerkt in de coronatijd en ze verdienen een lekker stukje. Het is misschien niet helemaal genoeg, maar het gaat om een idee, toch? Hallo, ben je toevallig Isabel? Hey, hallo, wij zochten jou. Want jij hebt het opgegeven, toch? Ja, klopt. Je medewerkers, ik ben eventjes corona-proof microfoon. Ja, zeker. Zijn de medewerkers hier op dit moment? Ja, klopt. Uh-huh. Oh, ja. Leuk. Ga je mee ze verrassen? Ja, is goed. Kom. Hallo. Hi. Jij weet wie het zijn, toch? Ja. Ik heb jou het woord gedaan. Nee. Want waarom heb je je collega's opgegeven? Of, ja, omdat het een heel zware periode was in de corona vanaf maart. En ik wil het team bedanken dat ze zich de hele periode goed hebben ingezet. Ondanks alles. Daar ben ik trots op. En zelf? Want ik mag ook wel trots op jezelf zijn, denk ja, ik. Ja, ook wel. Ja. Want hoe gaat dat nu, dat je in de coronatijd wel gewoon eigenlijk met de bewoners moet samenwerken? Ja, zoveel mogelijk goed je best doen. Ja. En merk je ook dat de bewoners toch wel het lastig vinden dat ze weinig contact hebben? Nou, de ene wel en de andere merkt het niet zo, omdat het allemaal PG is. PG is? Dementie. Oh, ja. Beetjes jargon van de zorg. Yeah. Ook deze collega's hebben hard moeten werken met indelen, met de tafels en alles. Dus je wilt je collega's even een harde riem steken? Ja. En inderdaad, superleuk. Ja. Dankjewel. Want je krijgt het kerstbrood namens Isabel. Nou, dankjewel Isabel. Heel leuk. Kunnen jullie misschien vertellen hoe jullie nu gewoon wel de samenhorigheid, samenwerken allemaal doen? Ondanks we allemaal die maatregelen hebben en we afstand moeten houden van elkaar. Want het ziet er toch allemaal gezellig uit hier. Nou ja, het is een hele uitdaging, maar we maken er gewoon zonder de familie een leuke kerst van. En we hebben 4 kerstmaaltijden deze week. En we merken wel dat de bewoners het heel erg leuk vinden. Gewoon bij elkaar zitten, gezelligheid, drankje erbij, muziekje. Het is allemaal anders, maar we maken er gewoon met elkaar een gezellige tijd van, toch? Zeker, zeker. Jullie maken er toch het beste van. Precies. Ja, ik kan ook zien hoe we kerst vieren, allemaal op gepaste afstand. Grote tafel, zitten nog 4 mensen aan. Mm-hmm. Allemaal uit elkaar. Dus, kan de familie van de bewoners langskomen? Nee. Mag niet. Oh nee, ze mogen langskomen en dan mogen ze even een kopje koffie drinken hier naast. En hoe ga jij het kerst vieren zelf? Niet, alleen thuis, maar voor de rest niet. Nee, ik heb geen mensen uitgenodigd. Nee, niet verstandig. Dus doe je dat ook omdat je hier werkt? Ook ja. Ja, hou toch extra rekening ermee. Ja. Nou, hopelijk dat we 2021 toch wel wat positiever kunnen afsluiten. Ja, wie weet. Ja. Zal leuk zijn, maar wacht nog even af. Wil jullie nog iets zeggen van hoe jullie kerst gaan vieren en 2021 gaan afsluiten? Jullie zijn al langzaam weg aan het lopen. Iedereen. Thuis bedoel je? Ja, hoe jullie inderdaad zelf nu toch nog een beetje feestelijk willen vieren. Nou, ik heb 3 kinderen, dat zijn de enige die mogen komen. En dat doen we dan. Zo. En ik ook bij mijn dochter. Ja. Ja, heel bescheiden dit. Heel bescheiden. Ja. Maar we doen het mee, het wordt toch gezellig. We maken er gewoon een gezellige tijd van. Zeker. Ja. En we hopen op betere tijden. En geniet van het kerstbrood. Het is misschien een klein stukje voor de hele afdeling. Het is het idee. Hartstikke lief. We gaan het eerlijk delen. Dank je wel. Goed zo. Ja, jullie ook heel bedankt. En succes verder. Ja, en fijne feestdagen. Hetzelfde. Ja, ik ga het naar de afdeling brengen zo. Ja.